koperdiefstal is waarschijnlijk de oorzaak van de treinbotsing afgelopen dinsdag in Zevenaar. Op het traject is 300 meter koperdraad verdwenen. En dan zit er nog een beetje een meter onder 95. Zondag wordt weer een nieuwe piek in het hoge water verwacht. Maar Gelderland is voorbereid. Ze heeft extreme ontberingen moeten doorstaan, maar met succes. Geweldig. We hebben met z'n allen zoveel moeten doorstaan. Ik heb hem. Goedenavond. Dit is het nieuws van vrijdag 14 januari. Koperdiefstal is waarschijnlijk de oorzaak van de treinbotsing in Zevenaar. Volgens de politie is er 300 meter koperdraad verdwenen. De spoorwegpolitie zoekt nog getuigen. De inspectie van Verkeer en Waterstaat is ook bezig de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. Ondertussen rijden er wel weer treinen. De toegetakelde trein staat nog stil op het station in Zevenaar. Maar de treinen rijden wel weer gewoon volgens de dienstregeling. Het grote zoeken naar een oorzaak van het ongeluk lijkt zijn vruchten af te werpen. Koperdieven hebben hoogstwaarschijnlijk de botsing tussen de twee treinen afgelopen dinsdag veroorzaakt. Uit onderzoek van de spoorwegpolitie blijkt dat er 300 meter koperdraad is verdwenen op de plek van de aanrijding. De burgemeester van Zevenaar is blij dat er nu een verklaring lijkt te zijn. Al vindt hij het onbegrijpelijk wat er gebeurd is. Ook zegt hij ontevreden te zijn over de gang van zaken tot nu toe. Ik ben ontevreden over het feit dat het zo lang duurt voordat die informatie boven water komt. Ik ben ontevreden over de wijze waarop ProRail nalaat om met ons contact erover op te nemen. Ik ben ontevreden dat tijdens de ramp, het is geen ramp gelukkig, maar tijdens het incident, ProRail niet hier ter plaatse was om bij ons in de rampenstaf in overleg te treden. Nee, ik ben zeker niet tevreden. Dinsdag wordt in het programma Opsporing Verzocht door de spoorwegpolitie een oproep gedaan. Het KOPD is op zoek naar getuigen van de diefstal. De koperdieven hangt een straf van maximaal 15 tot 20 jaar boven het hoofd. En ik praat erover verder met Dennis Janus van het KLPD. Ja, meneer Janus, is het nu zeker dat het treinongeval door de koperdiefstal is veroorzaakt? Nee, dat is nog niet zeker. Er moet nog een causaal verband worden aangetoond tussen het wegnemen van het koper en de botsing van de twee treinen. Maar waar het ons om gaat is dat dit soort diefstallen gewoon niet meer mogen plaatsvinden. En wij doen er alles aan om de daders te pakken. Ja, stel dat die daders gepakt worden, hangt hen dan de diefstal boven het hoofd? Of ja, kan het ook zo zijn, als ze schuldig zijn aan het ongeval, dat ze ook daarvoor berecht worden? Ja, dat klopt, ja. En dat houdt in? Welke straf? Dan zijn er maximale gevangenisstraffen van 15 tot 20 jaar. 15 tot 20 jaar ook voor het ongeval dat veroorzaakt is? Ja. Maar goed, daar gaat de rechter over. Alleen zoals de rechtspraak er nu uitziet, kunnen er maximale gevangenisstraffen gesteld worden van inderdaad 15 tot 20 jaar. Dennis Janus van het KLPD, dank u wel. Het rivierengebied is volgens het waterschap veilig voor een nieuwe golf hoogwater. Komend weekend wordt weer een nieuwe piek verwacht. De waterschappen zijn op alles voorbereid, maar in de toekomst zal er toch nog verder aan dijkverbetering gewerkt moeten worden. Schotten geplaatst. Dijken die in de gaten worden gehouden. De waterschappen zijn er klaar voor om een nieuwe golf van hoogwater op te vangen. En bewoners van Ochten houden ook zelf nog een oogje in het zeil. Ik krijg nu verkijken van dag en morgen is hij stabiel. En dan in één keer dan komt hij over, zeg maar, op 16 meter. Dus ja, en dan zit er nog een beetje een meter onder 95. Ochten 1995. Een scheur in de dijk geeft aan dat de dijk zeer zwak is en het zo zou kunnen begeven. Ochten en de dorpen in de wijde omgeving zouden dan onmiddellijk onder water staan. De mensen moesten snel weg en konden bijna niets meenemen. 4 poezen en een kip. Voor de rest niks. Gert de Vries van Waterschap Rivierenland was toen betrokken bij de dijkversterking. Het was best spannend en zeker ook de hele entourage eromheen. Waar je ziet dat mensen massaal wegtrekken. En op dat moment moeten toch een aantal mensen in actie komen om in eerste instantie natuurlijk de dijk te verdedigen. Inmiddels zijn de dijken ruim een meter verhoogd. In 1995 bereikt het water bijna de kruin van de dijk. Het komend weekend zal het water waarschijnlijk net niet zo hoog komen. Maar het waterschap kan voor de toekomst niet achteroverleunen. Klimaat verandert, het land verandert, de bodemdaling enzovoort. Veiligheid voor dijken zal op de agenda moeten blijven staan. En dat zullen we als Nederland steeds inspanning moeten getroosten. Ook kosten moeten maken. Dus we zijn nooit klaar met onze dijken. Zijn de inwoners van Ochten er nu ook zelf gerust op dat de dijk het zal houden? Redelijk wel. Ja? Ja, ik verwacht dat ze het goed in de gaten houden. En hij is een stuk verstevigd en hoger geworden. Dus
Ja. Komende zondag wordt de hoogste piek verwacht. En daarom worden er in heel Gelderland maatregelen getroffen tegen het hoge water. Zo wordt in Bredevoort een overloopgebied ingesteld om het overtollige water op te vangen. En in Arnhem is een waterbarricade aangelegd om huizen te beschermen. En op meer plaatsen is het vechten tegen het hoge water. Normaal gesproken zie je tussen Doesburg en Dieren zo ver als je maar kunt kijken groene landschappen. Nu lijkt het hier wel één groot meer. Alles staat blank. Deze oprit naar een boerderij is niet meer begaanbaar. En ook aan de kade in Doesburg staat het water hoog. Hier aan de IJsselkade in Zutphen neemt het waterschap maatregelen tegen het wassende water. De havenweg staat helemaal blank en deze zandzakken en barricades moeten voorkomen dat het water de IJsselkade bereikt. Tientallen Zutphenaren komen een kijkje nemen. Zo hoog heb ik het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Als het inderdaad hier nog stijgt, ja, ik denk dat Zutphen daar niet door berekend is. Dat is die weg naar de industrie. Lijkt nou al een rivier. Ja, nou lijkt wel een rivier. Schepen kunnen nog maar ternauwernood onder de oude IJsselbrug door. Deze boot in Tolkamer is onbereikbaar, althans via de loopplank dan. En het kasteeltje De Gelderse Toren in Spankeren staat vlak naast de IJssel. Maar door het hoge water lijkt het net of hij midden in de rivier staat. ME'ers hebben de omgeving van de stationsweg in Ede uitgekampt. Woensdag kwam daar een man van 59 om het leven bij een gewelddadige overval. De politie was vandaag voor de derde dag op rij in en rond de woning bezig met onderzoek. De ME'ers waren op zoek naar sporen die de overvallers mogelijk hebben achtergelaten. Het zou van alles kunnen zijn, alles wat afwijkt, alles wat bijzonder is, alles wat aansluit op verhalen die getuigen ons hebben verteld, kan voor ons relevant zijn in dit onderzoek. Bij de zoekactie is één handschoen gevonden en in beslag genomen. Inmiddels heeft de politie ook verschillende getuigen en de vrouw van het slachtoffer gehoord. Het beeld Beatrix op de fiets staat weer op zijn plek op de postbank in Rheden. Het beeld was als stunt door een oudejaarsvereniging naar Friesland meegenomen. Maar ze melden al gauw dat ze het beeld in het nieuwe jaar terug zouden brengen. Het was alsof ze voor het eerst weer werd onthuld, maar dan op een aanhanger. Nou, daar is ze dan, hè? Het beeld Koningin op de fiets werd weer netjes afgeleverd op de postbank. Natuurmonumenten, de eigenaar van het beeld, was blij dat het weer op zijn pootjes terecht kwam. Ja, kijk, ze heeft natuurlijk wel een krasje, maar dat was van voor de tijd dat ze hier wegging. En geen lekker band, spaken zijn weg, maar dat was ook al zo. Dus ze staat er weer goed bij. De opluchting is dus groot. En hoe anders was dat toen de Friese oudejaarsvereniging Vesuvius dit briefje op de plek had gelegd? Nu staat hij er weer en zo willen we het eigenlijk afsluiten. We willen hem straks nog even gaan dopen. Dat is een traditie van ons, als wij iets lenen. Dus als dat geweest is, dan gaan wij die kant ook weer op. Of zoek naar de volgende grap? Nou, dat moet eerst even een jaartje wachten. Hij moet natuurlijk eerst weer een goed verhaal hebben om weer wat te lenen. Natuurmonumenten ziet de looi wel van in en doet geen aangifte. De jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert, die verdacht is in een zedenzaak, moet 25 februari voorkomen. Het gaat dan om een proforma-zitting in de rechtbank van Haarlem. De man van 19 moet daar voorkomen, omdat hij ook bij een onderzoek in die regio is betrokken. De man uit Heumen zou jongens hebben verleid zich uit te kleden voor de webcam. Ze is nog maar 17 jaar oud en heeft nu al een van de zwaarste opleidingen van de landmacht afgerond. Die van de luchtmobiele brigade. Alleen de commando's worden zwaarder gedrild. Savannah Zimmerman legde vanochtend haar laatste kilometers af naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen, waar ze haar beloning krijgt. De groene opleidingsbaret gaat af en de rode baret mag eindelijk op. Geweldig! We hebben met z'n allen zoveel moeten doorstaan. Ik heb hem! Vanmorgen vroeg kwamen de militairen het kazerneterrein opgelopen na weken van ontberingen. Het waren echt heel zware omstandigheden. En het laatste stuk ook, omdat er heel veel regen is gevallen, is die rugzak die al een kilo of 35 à 40 weegt, is nog een paar kilo zwaarder geworden vanwege alle regen die erin gelopen is. Het was doorbijten, wikkelen, doorzetten, gaan. Savannah is pas de 30ste vrouw die de rode baret verdient sinds de oprichting van de luchtmobiele brigade in 1992. Ik heb weinig vrouwen dat zien doen en een rode baret halen of wat anders. Ze heeft zichzelf heel goed ingezet en we zijn ook trots op haar. En dat mag ook wel, want behalve de zware bepakking en de grote afstanden zat ook het weer de afgelopen weken niet mee.
En er was nauwelijks ruimte voor rust. Slaap krijg je niet. Slaap moet je gewoon verdienen. Dat is gewoon een punt. Dat staat gewoon vast. En ja, het was een eindoefening. Dat is eigenlijk een soort van missie. Dus we hebben eigenlijk gewoon heel veel moeten doen. Ja, soms had je de mazzel dat je kon slapen, soms had je het gewoon niet. De luchtmobiele brigade wordt veelvuldig ingezet voor missies in het buitenland, zoals Bosnië en Afghanistan. Nu houdt het niet op, hè? Nu begint het echte werk. Nee, nu begint het pas. Grote kans dus dat de vrouw die hier ten huwelijk wordt gevraagd, haar toekomstige echtgenoot binnenkort al enkele maanden zal moeten afstaan aan het leven. Naast strandwandelingetjes doen de spelers van de graafschap in Turkije nog veel meer. U ziet het zo meteen. Een man van 45 uit Elst is gisteravond overleden nadat hij van zijn scooter viel. Dat was op de burgemeester Matsersingel in Arnhem. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De verkeersongevallendienst doet onderzoek. Cafetaria De Countersnacks in Arnhem is gisteravond overvallen. Het is de vierde keer in anderhalf jaar tijd. De overvaller werd door de eigenaar met een schep weggejaagd en heeft niets buitgemaakt. Niemand raakte gewond. De directeur van de Hanzeschool in Nijmegen is geschrokken van de kamervragen van Geert Wilders over een interne e-mail. Daarin zou de directeur zich negatief over de PVV hebben uitgelaten. Wilders eist dat de overkoepelende organisatie hem ontslaat, maar het stichtingbestuur weigert dat. De gemeente Aalten legt per direct verlichting aan tussen jeugdcentrum Ivarca en de toegangsweg in Linterlo. Dit gebeurt na de steekpartij van afgelopen weekend, waar vier jongeren gewond raakten. Ook wordt er samen met jongeren een plan van aanpak opgesteld met meer maatregelen. Morgenavond is het jongerencentrum gewoon open. De verhuizing van vier Edese dassen naar de Achterhoek kostte volgens Alterra geen 300.000 euro, maar 10.000. Volgens Alterra doelde de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak niet op de verhuizing op zich, maar op het totaal aan de kosten dat de gemeente kwijt was om in beschermd natuurgebied te bouwen. De gemeente Ermelo gaat weer met strandhorstbeheerder RGV om tafel zitten. Eerder werden plannen in de ijskast gezet omdat de gemeente vond dat het strand te grootschalig zou worden. RGV wilde waterskibanen en klimwanden plaatsen. Inmiddels wordt al 12 jaar over het plan van aanpak voor Strandhorst gesproken. Trouwen in het ziekenhuis in Ede. Het was geen droom voor dit koppel, maar het kon niet anders. De zwangere bruid mocht namelijk het Gelderse Valleiziekenhuis niet meer uit, omdat haar vliezen gebroken zijn. Aan gasten geen gebrek. 70 man zagen hoe het huwelijk voltrokken werd. De dorpsraad Tricht vraagt de gemeente Geldermalsen meer tijd om de gevolgen van de aanleg van een derde spoor in kaart te brengen. De dorpsraad is tegen en vreest trillingsoverlast. Of de raad in Geldermalsen wil wachten met een besluit wordt eind van de maand duidelijk. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. Het provinciebestuur is zeer te spreken over de eigen prestaties. Mede door opbrengsten uit Nuon-aandelen heeft de provincie tijdens de crisis de economie kunnen stimuleren door bedrijven extra opdrachten te geven. Ook zijn volgens het bestuur nagenoeg alle doelen uit het coalitieakkoord gehaald. Vol trots keken de bestuurders vanmiddag op hun eigen regeerperiode terug. Op 2 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Maar voor het zover is, maakt het huidige college de balans op. De bestuursperiode van de afgelopen 4 jaar heeft volgens de bestuurders geleid tot onder meer de volgende resultaten. We hebben rijksgeld gekregen, maar we hebben als provincie bijna 2 keer zoveel provinciaal geld ingezet. Met name bedoeld voor aanleg van paden en voor routes. De wachtlijst voor meldpunt kindermishandeling is bij begin 2010 ook op 0 gezet en er is ook daar fors in geïnvesteerd. We hebben stevig ingezet op openbaar vervoer. Niet alleen uitbreiding, verbetering van openbaar vervoer, maar ook met name de sociale veiligheid. Ook de ambitie om in 4 jaar tijd 3600 woningen in Gelderland te bouwen wordt op tijd gehaald. En zo heeft het college bijna alle punten uit het coalitieakkoord ook daadwerkelijk bereikt. Maar een aantal zaken zijn nog helemaal niet voor elkaar. Een van de punten was bijvoorbeeld de rondweg Lochem, waar we vastgelopen zijn, omdat daar een roekenkolonie zit. En wij proberen dat nogal vlot te trekken, maar
Ja, dat zie ik toch somber in. Windenergie hebben we niet gehaald. Daar waar het ging over de aanleg van natuur hebben we ook een aantal dingen niet gehaald. Op de Veluwe wilden we meer groei en krimp tot stand brengen. Hebben we ook niet helemaal gehaald. Maar door de bank genomen geeft het provinciebestuur zichzelf een dikke voldoende voor de vele resultaten. Het college werd bijna 4 jaar geleden door de Staten benoemd en draagt het stokje in april over. En dus ook de lopende zaken. Nou, A15 geloof ik nog steeds in. Nee, dat is geen blok aan het been. Het is wat trager gegaan dan ik had gehoopt en waar ik op had gerekend. Maar we hebben nog steeds goede afspraken met Rijkswaterstaat en met het Rijk. Dus het is nu een kwestie van nou, de financiële middelen erbij en we kunnen verder. De Graafschap sluit vanavond het trainingskamp in Turkije af met een oefenwedstrijd. De afgelopen week verbleef de Doetinchemse voetbalclub in het toeristenoord Lara, vlakbij Antalya. Behalve een paar oefenwedstrijden waren er ook veel strandwandelingetjes voor de spelers. Het is onbewolkt aan de Turkse kust en het is een graadje of 18. Met de frisse zeelucht en de goede velden in de buurt heeft de Graafschap weinig reden tot klagen. De spelers ontspannen met een wandelingetje langs het strand. Ja, absoluut. Je kan perfect trainen hier. De velden zijn vele malen beter dan bij ons. Dus daarom ben je eigenlijk hier. Hè. Dus de rest is bijzaak. Je gaat thuis toch missen. En ja, de voorbije dagen was het al niet lekker weer. En als dat dan nog een beetje tegen zit, dan ga je toch gewoon naar huis verlangen. Dat is bij iedereen zo. Voordat het eten niet al te best is soms? Nee, het is af en toe zoeken om er iets bij te vinden wat lekker is. Het is een beetje iedere dag hetzelfde, hè. Maar ja, daarom. Weekje, mooi genoeg. Feyenoord is volgende week de eerste tegenstander van de Graafschap. De spelers zitten vol vertrouwen. Blijft in de Kuip en dat blijft moeilijk. Maar ze staan wel onder ons, dus we mogen wel een klein beetje van de toren blazen. Maar niet te hoog natuurlijk. Ik vind dat we daar moeten spelen om te winnen. Ze staan onder ons, dus ja, we zijn favoriet. De Graafschap keert vanavond terug naar Nederland. En dan krijgt u nog het weer van Alfred Snoek. Ondanks dat in Winterswijk de sneeuwklokjes al boven de grond uitgekomen zijn, is de lente nog ver weg. Het is wel erg zacht en dat zachte weer houden we dit weekend. Het is zelfs overwegend droog, maar of we een fietstochtje kunnen ondernemen zoals hier in de Uiterwaarden, nou, dat wordt wat lastig. Het water staat erg hoog en dat blijft nog wel even hoog staan, want ook vanavond valt er weer een aantal millimeters regenwater. Die regenstoringen die kwamen de afgelopen dagen vanaf de Atlantische Oceaan opzetten. Het is nu zo dat er boven Frankrijk en het Alpengebied een hoge drukgebied in de maak is. Dat zorgt ervoor dat de meest actieve regenstoringen wat naar het noorden gedrukt worden. Nou, vandaag zag Gelderland er van bovenaf zo uit. We zagen veel bewolking en uit die bewolking viel af en toe wat regen. En voorlopig blijft er nog bewolking over Gelderland heen schuiven, waaruit ook vanavond regen valt. Een natte avond, maar tegen het eind van de avond schuift dat naar Duitsland weg. En vannacht klaart het, bijvoorbeeld aan de randmeren, deels boven de Veluwe en in de Gelderse Vallei wat op. Er blijft een zuidwestenwind staan, dus veel kouder dan een graad of 5 wordt het niet. Ja, morgen zullen we ook weer veel bewolking zien. Het is een grijze zaterdag. Maar u ziet het, op de meeste plaatsen is het gewoon een droge dag. Alleen het noordelijk deel van Gelderland krijgt morgenmiddag eventjes met wat regen of motregen te maken. Maar het zijn absoluut geen grote hoeveelheden. Helaas, de zon die laat zich morgen niet zien. Ja, verder is het weer zacht, 9, plaatselijk 10 graden. En de wind uit het zuidwesten is nadrukkelijk aanwezig. Dat is een matige tot vrij krachtige wind, windkracht 4 tot 5. Ja, de meeste wind verwacht ik dan bij de randmeren, maar ook in het rivierengebied. En dan de zondag. Die ziet er iets beter uit, want op sommige plaatsen weet even de zon door te breken. En dan met een graad of 12 is het erg zacht. Maandag, dan kan er nog een beetje regen vallen. De dagen daarna lijkt het droog te blijven. Wordt het allemaal een stuk rustiger. Maar zien we ook dat de temperatuur weer voorzichtig wat omlaag gaat. En dit was het nieuws van vandaag, waarin u zag dat koperdiefstal waarschijnlijk de oorzaak is van de treinbotsing in Zevenaar. Volgens de politie is er 300 meter koperdraad verdwenen. En ze is jong, maar dat heeft haar niet tegengehouden om een van de zwaarste opleidingen van de landmacht te doen. En ervoor te slagen. Ik wens u nog een fijne avond en een heel goed weekend.